De Europa League blijft bij RTL 7. De internationale voetbalcompetitie is in ieder geval de aankomende 3 jaar nog bij de mannenzender te zien. De groepsfase van de komende Europa League begint op 20 september. De presentator en analisten zijn helaas op dit moment nog niet bekend. Vandaag zijn 4 vriendschappelijke interlands gevoetbald. Na het verlies van WK-gang in Nigeria leed Panama een pijnlijke 1-0 nederlaag tegen Noorwegen. Het enige doelpunt kwam al in de 4e minuut. De wedstrijd Wit-Rusland tegen Hongarije eindigde onbeslist met 1-1. In de laatste interland van de dag komen 2 WK-gangers in actie. In het Koning Boudewijnstadion neemt België het op tegen Egypte. De Egyptenaren beginnen agressief aan de wedstrijd en hebben binnen 10 minuten al 2 gele kaarten te pakken. Lukaku maakt in de eerste helft de openingstreffer voor de Belgen. Zo'n 10 minuten later maakt Hazard daar gelukkig 2-0 van. De wedstrijd eindigt dan ook in een overwinning voor de Rode Duivels. Dan nog onze poll. Een meerderheid van onze kijkers denkt dat Engeland van Costa Rica gaat winnen. Tot zover deze sportupdate. Morgen zijn we weer. Tot dan.